Yes guys, Paul hier. En ik heb hier een gloednieuwe presentatie voor je gemaakt. En in deze specifieke video ga ik je vertellen hoe je je eerste 10k kan gaan maken met dropshipping. Nou, mijn naam is Paul van Sprundel, ik ben 4 jaar bezig met e-commerce. En ik heb meerdere e-commerce stores gebracht naar 10k plus omzet per maand. En ik heb meer dan 150 bedrijven geholpen hetzelfde te doen, vanaf nul. En ik ga je precies uitleggen hoe jij dit voor jezelf kan doen, vanaf scratch. Nou, ik ga eerst even vertellen hoe dropshipping mij financieel vrij maakt en hoe dat het voor jou ook kan doen. Nou, ik ben dus begonnen op 19-jarige leeftijd in 2019 met een middelbare schoolvriend. Ben ik begonnen met dropshipping. Nou, ik kwam wat advertenties van Joshua Kaats tegen, ik heb wat businessmodellen opgeschreven en zo ben ik eigenlijk begonnen. Nou, ik heb altijd geld gehad en ik heb altijd hard gewerkt voor mijn geld. Ik heb gevakken gevuld, ik heb kantoorbaantjes gehad, ik heb spullen verkocht, merkkleding. Ik heb verschillende dingen gedaan in het leven. Dus ja, ik wist altijd dat ik hard moest werken voor mijn geld. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Vanaf mijn 16e heb ik al elke week gewoon gebeukt. En meer gedaan dan de mensen om mij heen. Nou, van mijn 16e tot mijn 19e heb ik door vakkenvullen en andere soort baantjes heb ik meer dan 30.000 euro gespaard. Ik heb al dit geld gebruikt om in mezelf te investeren in mijn eigen online business. En het betaalde uiteindelijk flink uit. En ik leerde dus hoe ik 10k plus per maand kon verdienen in slechts 1 jaar tijd. En ik gebruik dezelfde skills die ik heb geleerd bij 10k plus per maand verdienen met dropshipping om 10k plus per maand te verdienen met mijn coaching business. Wat ik hiernaast ook nog doe. Dus mocht je hulp nodig hebben bij je dropship business naast deze specifieke video, stuur me een berichtje op Instagram en Facebook. En dan kunnen we even praten over jouw huidige situatie en misschien kan ik je wel verder helpen. Nou, hoe begin je met dropshipping en draai je 10k plus per maand? Je moet de basics gaan leren, je moet product research helemaal onder de knie gaan hebben. Het bouwen van de juiste store, een creative plus de targeting en de ads draaien. En wat moet je doen uiteindelijk? Producten testen en ik raad je aan om minimaal 1 product per dag te gaan testen. Nou, mijn strategie die ik toepas en die ik voor mijn huidige studenten ook toepas is 20 producten testen. Dus zorg ervoor dat je product research zo goed mogelijk is. Als je wilt leren hoe je product research op het hoogste niveau doet, ik heb meerdere video's op mijn YouTube kanaal staan uitgelegd wat mijn strategie is en hoe je die kan toepassen. Dus bekijk die zeker na deze video. Hetzelfde geldt ook voor store bouwen, creative plus targeting en het draaien van ads. Nou, mijn expertise is voornamelijk gericht op Facebook ads, het grootste platform en daar kan ik jou verder bij helpen. Nou, het verkopen op Bol versus dropshipping. Afgelopen 4 jaar heb ik beide gedaan en beide succesvol mee gedraaid. Ik had zelfs een brand waarmee ik 6 ton draaide op Bol 2021. Bol heb je voorraad nodig, bij dropshipping, Shopify dropshipping heb je dat niet nodig. Bij Bol heb je heel veel concurrentie en heb je slechts 1 keer per maand uitbetaald. Iedereen kan steeds onder je listing gaan zitten en ja, je krijgt uiteindelijk prijsoorlog. Dropshipping bepaal je zelf je verkoopprijs en word je dus ook dagelijks uitbetaald. Bol heb je commissiekosten vanuit Bol, omdat ja, je klanten zijn van Bol, de klanten zijn niet van jou. En je betaalt BTW. Bij dropshipping heb je dus geen of slechts nauwelijks commissiekosten, misschien alleen van je payment provider. En kan je zelfs een BTW-vrijstelling regelen. Draai jij momenteel 10 tot 15k plus per maand met je dropship store, connect mij en kan je helpen bij een BTW-vrijstelling. Daaronder vind ik het niet waard om dat te doen, omdat daar gewoon een investering voor nodig is. Oké, beste niches en markten om in 2024 in te gaan testen. Dit zijn alle markten waarin ik test en waarin mijn studenten testen. Dat zijn Nederland en België, Duitsland en Oostenrijk en alle Scandinavische landen. Nou, waarom we precies kiezen voor deze markten is omdat deze markten hoge koopkracht hebben en je daar dus veel meer kan doen. We hebben een aantal niches die ik persoonlijk in test en waar al mijn studenten in testen. Beauty niche voor vrouwen, de fashion niche voor vrouwen, speelgoed niche voor kinderen en baby's, de huis niche en de tuin niche. Deze 5 niches, daar raad ik aan dat je ja, ongeveer 5 producten per niche test, heb je 20 tot 25 producten die je totaal test en daarin moet je uiteindelijk je winnen pakken. Heb je je winnen daarin niet, dan is er iets mis met je product research of wellicht met je ads. Als je serieus bent over 10k plus per maand maken met dropshipping, check de Ecom Elite Mastermind hieronder. Ik geef je bij 1-op-1 coaching en ga je precies alles uitleggen. Van het vinden van de juiste producten tot het maken van de juiste webshop, van het runnen van de juiste advertenties tot het opschalen van 10 tot 100k per maand. Ik laat je precies zien hoe je producten kan vinden die 10k plus per maand gaan opleveren. En dit is de exacte blueprint hoe je een winstgevende Shopify store kan bouwen. Je hebt wekelijks 1-op-1 met mij en wekelijkse masterminds. Je hebt een netwerkgroep en kansen en je hebt lifetime access tot de cursus. Dit is een heel uitgebreid programma en dit is eigenlijk een overdompeling. En dit programma doen we ook 6 maanden lang om voor jou het beste resultaat te halen met je Shopify dropshipping store. Heb jij interesse om je dropship store op te schalen in 2024? Stuur me even een DM op Instagram Paul van Sprundel en Facebook Paul van Sprundel. Drop een like op deze video, abonneer je op dit kanaal
En ik check je weer terug in deze video, in de volgende video. Dit was een korte video voor je, maar ik hoop dat het super waardevol is. Voor alle andere content omtrent producten vinden, store maken, etc. kan je terugvinden op mijn kanaal. En dan zie ik je snel weer. Ciao, ciao.